ben Stef Kroeser en wij hebben een akkerbouw- en een schapenbedrijf. En wij leveren de lammeren voor lamsvlees voor Nice to Meet. Het lamsvleesseizoen gaat weer beginnen. Van begin maart tot half juni. Wij zijn er op de familieboerderij Kroeser, een familiebedrijf die heel erg gepassioneerd bezig zijn met schapen en lammen. En dat is heel belangrijk, dat ze zoveel aandacht krijgen, die lammen. Ze krijgen goed voer, ze krijgen krachtvoer erbij. Ze worden iets ouder, maar dan heb je meer smaak en meer body aan je vlees. We proberen de moederschapen proberen we zo lang mogelijk, ongeveer 4 weken voor het lammeren, proberen we die buiten te laten, omdat het gewoon, er is hier gras zat in dit gebied. Ja, dat bevalt ons gewoon goed en dan 4 weken voor het lammeren komen ze binnen en dan scheren we ze en dan gaan we ze zachtjes aan voeren dat goed de melk eronder komt. En dan krijg je hele mooie, vitale, vlotte lammeren van. Wat belangrijk is wat deze boer ook doet, die hebben ook een restverwerking van landbouwproducten die ze verwerken tussen krachtvoer door en ook weer aan die lammen en aan die schapen voeren. Dit voer wat wij zelf samengesteld hebben, dat vinden ze enorm smakelijk. Dat komt juist door de bietenpulp, want dat vreten ze al met een week of 3. Dat vinden ze heel smakelijk en dat zet ook vet aan. Er zit ook wat aardappel in het voer, zetmeel. En dat is belangrijk voor de groei, maar voor het aanzetten van het vet voor het lam. Er zit ook nog bierborstel door. En dat is heel goed voor de gezondheid van het dier. En dus met name voor de pens. Dat de pens heel rustig blijft. Het unieke van het lam is dat het een Hollands product is. We hebben het dus het hele jaar door Nieuw-Zeeland en Iers lamsvlees, wat heel populair is. Maar het seizoen, het lamsvleesseizoen, moet je dit lam op de kaart hebben. Want het is qua smaak en qua kleur is het fantastisch te bereiden. En het is ook belangrijk dat je het hele lam verwaart, in een restaurant ook. Dan kun je dat als pièce de lam op de kaart zetten en dan kan je alle delen kan je verwerken. En het is ook leuk voor een gast als ze dus een stukje rug eten, maar ook een stukje schouder, een stukje bout.